Overal in Europa komen boeren in protest. De aanleiding verschilt. In Nederland is het stikstof, in Duitsland hoger accijnzen. Maar de reden ligt dieper en is overal hetzelfde. In Brussel en in onze hoofdsteden hebben regenten besloten dat we verkeerd leven en dat alles anders moet. Er is een gigantische kloof ontstaan tussen de grote meerderheid en de stedelijke academische regentenklasse. Die klasse die beheert de politiek, maar waardeert boeren niet, terwijl de boeren ons voeden. Iedere dag. Regentenklasse wil onze boeren laten verdwijnen, regeltje voor regeltje, om daarna handelsakkoorden te sluiten met de hele wereld. Voortaan gaan we appels uit Vietnam invliegen. In naam van het klimaat, natuurlijk. Jullie leden van het Europees Parlement moeten in de spiegel kijken. De massale boerenprotesten gaan over jullie. Jullie zijn hier verantwoordelijk voor. Stop mensen te dwingen anders te leven. Stop de boeren het werk onmogelijk te maken. We hebben onze boeren keihard nodig. Voedselzekerheid is ook een kwestie van nationale veiligheid. No farmers, no food, no future.